hardest came for sailing somewhere over there. All confined to barracks was more than I could bear. I knew you were waiting in the street. I heard your feet, but could not meet my lady of the land, my only, my lady. De Almeloze A, die in de loop van de middag rond 3 uur, want we zijn 3 uur verder, enorm knallend, met een groot gat in het wegdek, ervoor zorgt dat men niet door kan rijden. Dit zijn enkele foto's van de markt, want ik kan rustig zeggen dat vervolgens een slag om de markt plaatsvindt. De tanks die niet verder kunnen rijden gaan dan vervolgens links af het Schotland op en de eerste tank die stilstaat het zicht op de markt trekt vuur van de Duitsers. Bij die bevrijding van Almelo betrokken, hè? Kan u er iets over vertellen? Ja, wij woonden aan de Grote Straat, wat tegenwoordig de Stam heet, het café. En bij ons kwamen dus de tanks voorbij. Mijn vader was ontzettend enthousiast. Die haalde de laatste worst die we hadden en die smeet hij naar de commandant van de tank. Maar vlak daarvoor waren de bruggen over de Lolé gesprongen. Ze zeggen hier de A, maar in mijn tijd heette dat de Lolé. En de Grote Straat lag vol met glasscherven en puin enzovoort. Want het was gewoon een oorlogssituatie. En wat gekke was, wij gingen kijken naar de oorlog. We liepen achter die tanks aan, die gingen daar bij het Schokland. Linksaf, omdat die brug was gesprongen. En wij keken gewoon naar de oorlog. Totdat daar een commandant van een tank werd gewond. Toen dachten we, nou is het. Toen heb ik nog een Duitse soldaat geholpen die op de brug gewond lag. Want ik zei tegen die mensen die dat deden, dat doen wij niet in het bevrijde Nederland. Dat schoppen wij niet tegen gewonde soldaten. En verdomd, dat hielp. Nog heel veel van vertellen, horen wij. Ja, dat is, en deze avond is dan wel heel indrukwekkend voor u, hè? Ja, ik heb even moeten huilen. Never wrong. So tell you, won't you teach me how?